Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, als SP'er krijg je nog wel eens te horen. Ja, de SP die is altijd boos. De SP is altijd overal tegen. Nou, voorzitter, ik kan u verzekeren dat er deze ochtend een hele blije SP'er zit die hartstochtelijk voorstander is van hetgeen wat we nu gaan doen. En dan wilt u natuurlijk van mij weten, waar komt die blijdschap dan vandaan? Die blijdschap komt voort uit het feit dat het college gaat de oprichting van een publiek warmtebedrijf gaat onderzoeken. En voorzitter, dat is een goede zaak. Want energie is een eerste levensbehoefte die niet op de markt thuis hoort als handelswaar, maar gewoon in publieke handen hoort te zijn, zodat de energie schoon en betaalbaar is voor iedereen. En ik wil toch even terug in de tijd, voorzitter, juist om te markeren waarom dit zo'n mooie stap is. Want in 2009 maakte Amsterdam een verkeerde afslag door aandelen Nuon te verkopen en daarmee dus de zeggenschap weg te geven en te verpatsen aan de markt. Maar met het plan wat nu voor ligt, voorzitter, namelijk het voornemen om een publiek warmtebedrijf op te richten, neemt Amsterdam weer een deel van een zeggenschap terug en zetten we een stap in de goede richting. Dus complimenten daarvoor en wat de SP betreft ook een historische stap. We gaan echt weer de goede kant op nu. Maar nu concreet een paar vragen, voorzitter. Want als ik de stukken goed gelezen heb, en volgens mij zei de wethouder daar vanmorgen ook al wat over, is het zo dat dit warmtebedrijf zich vooral richt op de infrastructuur van het warmtenet. Dus de, ja, ik noem het maar het netwerk, de leidingen, de infrastructuur. Dus het is nog wel beperkt. Ook lees ik in de stukken dat het vooral nog een voornemen is en dat we gaan onderzoeken hoe we het gaan oprichten. Klopt dat? Is het vooral nog onderzoek, verkenning wat we gaan verrichten? En ook is het volgens mij nog niet helemaal duidelijk welke publieke speler deze rol op zich gaat nemen. Of dat de gemeente Amsterdam gaat worden of de provincie. Of misschien zelfs wel gewoon bewoners die in een energiecoöperatie het warmtebedrijf gaan bestieren. Nou, welke publieke speler het gaat worden, voorzitter, dat maakt SP niet zo heel veel uit. Maar u voelt al de maar aankomen, voorzitter. De SP wil natuurlijk meer. Want uiteindelijk is het zaak dat we niet alleen de democratische controle terugpakken over de stadsverwarming, maar dat we onze hele energievoorziening weer gewoon onder democratische controle brengen. En dan heb ik het echt over productie, de opwekking van energie, transport en levering. Zaken die door de liberalisering van de energiemarkt nu deels in private handen terecht zijn gekomen. Dus het wordt tijd dat we verder gaan en dat er echt weer een publiek energiebedrijf komt. Dus ik wil de wethouder dan ook een compliment geven. Maar ook gelijk aansporen om verder te denken, om groter te denken. Denk verder dan alleen de stadsverwarming, want uiteindelijk moet er gewoon een publiek energiebedrijf terugkomen. En voorzitter, daar zijn inspirerende voorbeelden genoeg van. Want in Hamburg zijn ze een gemeentelijk energiebedrijf gestart en hebben ze uiteindelijk het elektriciteitsnet weer overgenomen van Vattenfall. Een ander voorbeeld is Barcelona Energie. Of kijk naar het Engelse Plymouth, waar de gemeente samenwerkt met lokale energiecoöperaties. En ook in ons eigen land worden er stappen gezet, want de gemeente Groningen, of de provincie moet ik zeggen, gaat een provinciaal energiebedrijf onderzoeken. Dus ik zou de wethouder willen aansporen om verder te denken. En dan sluit ik af met de vraag, wanneer verwacht de wethouder dat de plannen wat meer geconcretiseerd worden? En wanneer kan dat naar de raad gestuurd worden? Wanneer kunnen we dat verwachten? Tot zover, voorzitter. Dank u wel.